Zo, daar ben ik weer. Vandaag doen we een uitgebreide review van de Motorola Moto X 32 gig. Ik heb al een unboxing gedaan van dit mooie toestel. En na een, ik denk ongeveer een week gebruik, anderhalf week ongeveer, is het nu toe om een uitgebreide review te geven van deze Moto X. Ik heb dit toestel aangeschaft via Italië, is hij naar mij toegekomen. En ik wou de 32 gig hebben, omdat ik 16 gig gewoon te weinig vind. Dus daarvoor heb ik hem aangeschaft. Ik vond de Moto G al heel erg mooi, zoals ik op de andere video's heb verteld. En de Moto X trok mij daar dus ook wel aan. Ik moet eerlijk zeggen, Motorola is de laatste tijd wel goed bezig met zijn Moto toestellen. En vandaar dat ik dus deze Moto X heb besteld. De Moto X zelf, mooi toestel. De specs, ja, die kennen jullie wel, denk ik zo. En anders kan je dat natuurlijk opzoeken. Ik zal even heel snel doorgaan. Dit is een 2 megapixel camera. De speaker wat erop zit. Hier zit nog een microfoon. Geen LED LED, notificatie LED, zoals ik in de vorige video zei. Dit is gewoon een microfoon. Hier zit een 10 megapixel camera. Dus dat is iets wat je niet zo vaak ziet. Maar een 10 megapixel camera. Een LED flash. De mono speaker. Die trouwens heel erg goed is. Kleine dimpeltje. Koptelefoon aansluiting. Nog een microfoon. En hieronder zit nog een microfoon. Dus in totaal 3 microfoons. En dat komt omdat deze Moto X ook gebruik maakt van zijn geluidprocessor. In totaal zitten er 8 processoren in dit toestel. Een dual core 1.7 zit erin van Qualcomm S4. Daarnaast zit er 1 processor in voor het bewegingsdetectie, geloof ik. En daarnaast zit er nog 1 processor in voor geluid. Geluidsprocessor. En er zit nog de Adreno quad-core GPU in. De Adreno 320. Deze Moto X heeft een paar mooie of grappige features wat erin zit. Bijvoorbeeld deze. Ik zal het even uitproberen. Hoppa, en dan gaat de camera aan. Bewegingsprocessor die zijn werk doet. Hartstikke mooi. Zoals ik al zei, heeft deze Moto X geen LED flash. Maar wat hij doet is met zijn AMOLED scherm zorgt hij ervoor dat er een melding komt. En dat laat hij dan zien als er zodra een mailtje binnenkomt of een WhatsApp berichtje komt er binnen. Dan krijg ik dat hier te zien. En ik zal dat eventjes voordoen. Ik ga kijken of ik even een mailtje kan sturen. Hup. Eens even een mailtje sturen naar mezelf. Eens even kijken. Zo. En dan doen we hup. En dan doen we even kijken. Zo. 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 Hup. Even heel snel een berichtje naar mezelf toesturen. Hup. Hup. Oh, dat is verkeerd. Test. Hup. Bla bla bla. En dan hup, versturen. Kijken of hij hem verstuurt. Als het goed is, komt er een geluidje en een notificatie komt tevoorschijn. Nou, daar heb je hem dus. Nu zie je dat er hier een envelopje staat van mail binnengekomen. En als ik het mailtje wil lezen, dan hoef ik alleen maar naar voren te sliden. En dan maakt hij mijn mail app open. Hartstikke leuk. En zo doet hij dat voor alle berichtjes die je binnenkrijgt. WhatsApp, sms'jes, alles doet hij zo laten zien op de Super AMOLED scherm. Die is trouwens 720 HD scherm. 1280 bij 720. Pixels 313 ppi'tjes. Dus het is een aardig scherp schermpje. Werkgeheugen van 2 gig zit erin. USB 2.0.
Volgens mij zat er nog, wat was het ook weer, Bluetooth 4.0. En aan, even kijken, wat was het ook weer, aan wifi gebeuren zitten, de standaard wifi gebeuren zitten erin. Dus BGN. En ik las ook ergens dat er AC op zit. En hij is dual channel, 2.4 en 5 gig. Daarnaast, voor de geluidsprocessor, dat vind ik zelf wel een hele leuke gimmick die ze erin hebben gezet. Als ik dus zeg, oké, Google nou, gaat hij aan. Dus dat is zelfs in sleepmodus. Dus hij is gewoon in slaapmodus. Hij staat gewoon op standby. En ik kan dan zeg maar hem gewoon aanmaken. Dat kan dus met de Nexus bijvoorbeeld. Die heeft dat ook erin zitten. Maar die kan dus niet wakker worden, naar mijn weten. Dus als ik nu zeg, oké, Google nou, open WhatsApp. Opening app. En dan gaat WhatsApp open. Het is niet super snel, maar hij doet het wel. En bijvoorbeeld als ik zeg, oké, Google nou, hoe is Barack Obama? Ah, natuurlijk werkt hij wat langzamer, want hij zit op de wifi van beneden aangesloten. Dus hij heeft wel wifi nodig voor een goed zeg maar weergave van de vraag. Dus ik ga hem eventjes even de wifi veranderen. Anders hebben we er niet zoveel aan. Laten we eens even hier ook doen. Hop. Hoppa. En dan heeft hij nog een betere verbinding. Oké, Google nou. Hoe is Michael Jackson? According to Wikipedia, Michael Joseph Jackson was an American singer, songwriter, dancer, businessman and philanthropist. Dus dat doet hij ook heel leuk. Ik vind dit zo'n geinige gimmick die erin zit. Je ziet hier ook de geluidsprocessor, die is gewoon echt, die hebben ze heel goed afgesteld bij Motorola. Daar zijn ze echt goed mee bezig geweest. Voor de telefoon zelf, hij is gewoon lekker snappy. Ook al is het maar een dual core wat erin zit. Al die processoren zijn heel netjes op elkaar afgestemd. Dus deze telefoon die werkt eigenlijk ja, voor zijn doen heel snel. Het is zeg maar net zoals Apple. Alle hardware die erin zit in zo'n iPhone, die is helemaal afgestemd op wat de iOS erin doet. En volgens mij hebben ze daar bij Motorola ook heel goed naar gekeken. Android 4.4 KitKat. Met heel weinig van Motorola zelf erin. Dus hij is bijna stok. Hij is, wat ik al zei, heel snappy. Dit gaat allemaal super. Ik heb natuurlijk een paar benchmarks gedraaid. Die gaan we even laten zien. Eens even kijken, waar zijn we gebleven? Hop. Laten we eens beginnen met AnTuTu. Voor de mensen die dit interessant vinden. Bijna iedereen wil het even zien. De scores zijn natuurlijk niet super, super denderend. Het is maar een dual core. En hij is gekomen op 22.798. Dit kan je vergelijken met de score van, als je het met een Chinees moet vergelijken, is dit ongeveer een octa-core processor. Die zit ook in de 20.000, 26.000, zoiets zal het wel zijn. De quad-cores, de MTK's van China, die komen niet eens in deze buurt, zover ik het weet. Ik heb daarnaast natuurlijk, even kijken, een Nenemark heb ik er ook op zitten. Nou, je ziet hier de scores van Nenemark, 61 frames. Dus dat is ook helemaal niet slecht. Een Velamo heb ik gedraaid hierop. Eens even kijken wat Velamo liet zien. 14 en 775. Als we dat moeten vergelijken, dan kijk je waar ik zit. Hier, your device. Oh, wacht. Niet Google Now open natuurlijk. Dat is niet goed. 1406. En die zit onder de
LG Google Nexus 4 zit die dan. En de Nexus 4 is een quad-core processor natuurlijk en dit is een dual-core. Dus dat is helemaal niet slecht. In de metal regio zit hij op onder de S4 en boven de HTC One. Dus dat zijn hele goede scores voor een dual core processor. Wat zal ik hier nog meer laten zien? Volgens mij heb ik ook een Quadrant hier op zitten. Zullen we die even een full benchmark gaan draaien. Quadrant duurt niet zo lang, dus daar hebben we wel even tijd voor. Ik moet zeggen, in de week dat ik dit toestel heb gebruikt, ben ik er wel een heel erg verrast van geworden. Het is echt een mooi toestel. Hij ligt lekker in de handen. Goed vormgegeven. De achterkant niet te glad. Het voelt aan als plastic, maar ook weer als een beetje zacht plastic. Het voelt wel lekker aan. Kijk, je hoort ook, het is niet hard plastic. Bellen gaat perfect met dit toestel. Zometeen ga ik een webpagina surfen. Dan kan je ook zien dat dat allemaal soepel gaat. Dat had ik bij de Moto G, had ik daar soms wat problemen mee. Die konden de pagina's niet goed renderen. Dus dan kreeg ik een paar zwarte vlekken tijdens het scrollen, zeg maar. Hier kan je zien, Quadrant Standard 8000. Nou, dat is toch een mooie score boven de HTC One X. Even kijken, CPU Z kan ik nog even laten zien. Even kijken, wat is dit? Hup, CPU Z, cancel, niet zeuren. Nou, hier zie je het. Snapdragon S4, 1.73. Two cores. Dus, en een Adreno. Qualcomm 320 zit erin. Nou ja, dat informatie dit is, kan je overal vandaan halen. Epic Citadel. Zullen we die ook nog eens eventjes een benchmark laten doen? Ik heb hem een keer gedraaid op Ultimate. En nou ja, voor een dual core toestel heeft hij toen een aardige score gehaald. Ik ga even kijken of ik kan laten zien wat de resultaten waren. Even start. Even kijken. En de Super AMOLED scherm die erop zit, die is gewoon hartstikke goed. Heel mooi scherp, helder, zwart is zwart. Dat vind ik belangrijk. En de speaker zoals jullie horen, dat is een hele goede speaker die erin zit. Even kijken, menu. Ach, niet dat. Benchmark. Laten we eens even kijken op hoeveel hij staat. Hup, hij staat nu dus op ultra high. Dus dat is goed. Gaan we weer even terug. En dan gaan we maar eens even een benchmark draaien. Weinig lag te bekennen in die 720 dual core. Hij draait hem allemaal soepel. De frames gaan ook nog lekker.
En dit zijn de results. 58 frames op ultra high quality. Nou, dit is gewoon een hele goede score voor deze Moto X. Daar hoef je helemaal niet voor te schamen. Hup, gaan we eruit. Even alles weer dichtgooien hier. Hoppa. Nou, zoals je ziet staan er een heleboel taken aan. Heeft hij ook helemaal geen problemen mee. Daarnaast heb ik even een spel gaan we even doen. Dan zal ik even gaming laten zien op deze Moto X Riptide. Mooi spelletje om de graphics te showen. Even kijken of ik dit kan doen hier. Hop. Brightness zal ik ook even laten zien. Staat niet eens vol open. Dus dat is prima. Hop, even een spelletje opstarten en daar gaat hij dan. En dan moet ik even stiekem door de camera heen kijken. Nou, zoals jullie zien, perfect scherm. Hop. Nou, zoals je ziet, met Riptide heeft hij geen problemen. Dat gaat gewoon prima. Dat doet hij ook gewoon lekker. En dat ene speakertje wat erin zit, dat is gewoon fantastisch. Ik ben er echt versteld van dat we dit met een mono speaker eruit krijgen. Oké, dit is dan Riptide. Even stoppen ermee. Hoppa. Nou, hebben jullie kunnen zien dat die Riptide gewoon heel erg goed draait. Dat is gewoon echt perfect. Gaan we even naar een ander spelletje, Real Racing, laten we dat eventjes laten zien. Dat die ook gewoon een race spelletje gewoon goed kan doen. Real Racing hebben jullie op mijn andere filmpjes misschien wel even kunnen zien. Op een Chinese tablet bijvoorbeeld, de Rockchip. Daar speelt Real Racing, die trekt zoveel kracht van die Mali GPU die erin zit. Dat die meestal niet zo vloeiend werkt. Ik heb Real Racing dus op deze Moto X gespeeld. En totaal geen ene lag gehad op dit Moto X toestel. Zal ik even één race doen. Zullen we dit even uitproberen. En race. Geluid op zijn hart, dat knalt gewoon jongens. Ik weet niet wat ik hier moet doen, maar... Hoppa. Nou, zien jullie. Dus dit doet hij ook gewoon prima. Dus voor gaming is deze Moto X prima geschikt. Dat is iets waar deze Moto X helemaal geen problemen mee heeft. Laten we daar maar weer uitgaan.
Hup, die kunnen uit. Daarnaast zag ik wat in de Motorola instellingen staan. Dat vond ik best wel leuk om te zien. Even kijken of ik dat nog kan vinden. We gaan er snappier doorheen. Settings. Even kijken of ik dat kan vinden. Nou, hier heb je dus de instelling voor die touchless controle. Dus daarmee kan je hem dus zonder handen eigenlijk bedienen. De active display kan je hier zelf afstellen wat jij wil zien aan notificaties. Laten we eens even kijken. Even kijken. Sound, misschien dat hierin zit. Audio effects, dat is de aparte processor die hierin zit. Daar kan je zelf je geluid mee afstellen. Dus er zit een mooie equalizer in, waardoor je je geluid kan afstellen zoals jij dat wil horen. Voor de verschillende muziek stromingen die je kan beluisteren, van klassiek naar zware rap of techno. Wat kan ik nog meer vertellen? Bluetooth connectie werkt prima. Ik gebruikte hem in mijn auto met Bluetooth. Bellen en gebeld worden werkt gewoon goed. Niks mis mee. De wekker, die gebruik ik ook, zoals jullie kunnen zien, ging elke ochtend af met een lekker geluidje. Zoals ik al zei, de speaker klinkt heel hard, dus hij heeft me meerdere keren gewekt. Wat ik niet verwacht had, was dat er een nano sim in zat. Dus ik had voor deze Moto X wat geld moeten besteden voor een nieuwe nano sim kaart, maar hij was het waard. Na een week gebruik moet ik zeggen, deze Moto X heeft mij heel erg verrast. Het is een mooi toestel, een goed toestel. Iemand die een starter is en een goed toestel zoekt. Deze Moto X, dat is echt een goed toestel. Fotocamera ga ik ook nog even laten zien. De 10 megapixel, ja, het heeft mij niet echt versteld doen staan. Het is gewoon een toestel en ik zag er niet echt bijzondere foto's uitkomen. Hup, laten we eens even kijken. Ik heb één foto gemaakt en dan kan je hier kijken. Dit is wat eruit komt. Het is niet slecht hoor. Het is gewoon een gewone camera voor mij. Ik vind het niet zo bijzonder. Dus dat doet hij prima. Foto's maken en je kan ook zeg maar zo foto's achter elkaar maken. Doet hij ook. En zoals jullie horen gaat dat gewoon vlot. Niks mis mee. Het enige nadeel wat was is, hij is niet in het Nederlands. Hè? Dus alles gaat in het Engels. Om WhatsApp te kunnen gebruiken heb ik SwiftKey erop gezet en dan op Nederlands. Dan kan ik toch mijn Nederlandse woorden mee swipen. Dus dat ging prima. Voor de rest werken alle apps die ik ermee gebruikt heb, die werken ook netjes. Zoals de Google Currents. Zoals je ziet gaat het allemaal prima. Surfen. Ik gebruik liever de AOSP browser, niet de Google Chrome. Dat vind ik gewoon niet prettig werken. En hier hebben we dan, laten we eens even kijken, tweakers. Nou, daar zit ik af en toe op, niet zo vaak. Nee. Zo kunnen jullie zien dat alles ook lekker met die browser gaat. Play Store werkt ook netjes. Geen problemen mee. Dus dat gaat lekker. Bij de Moto G had ik jullie laten zien, daar zat een klein probleempje in met zeg maar als ik door de log ging, door de bel history, dan klapte hij eruit. Dat heeft deze heb ik dat niet kunnen vinden, dus de Moto X heeft daar geen last van. Dit was mijn uitgebreide review van deze Moto X 32 gig met AT&T logo, helemaal unlocked, werkend op T-Mobile. Een mooi toestel, een fijn toestel. Helaas ga ik er wel afstand van doen, want
mijn dagelijkse toestel is toch mijn Note 3. Die gebruik ik liever. En daarnaast heb ik weer een Nexus binnengekregen. Die gaan we ook weer eventjes mee spelen. En dan moet ik nog een uitgebreide review gaan doen van deze Nexus wit stormtrooper. 32 gig. Dus we gaan hier ook even mee spelen. En dan krijgen jullie dus nog een uitgebreide review van deze Nexus 5 te zien. En binnenkort krijgen jullie ook nog een unboxing. En dat wordt dan weer een keertje een Chinees toestel. Hoe heet die ook alweer? Die iNew V3 quad-core toestel. Daar gaan we dus een unboxing van doen. En dan ook weer een uitgebreide review. Tot de volgende keer. En ik hoop dat jullie wat aan deze review hadden. Tot de volgende keer. Doei.